Ik ben zelf landschapsarchitect van origine, dus ik, ik heb niet zoveel historische feitenkennis, maar ik heb wel de leukste functie bij het waterschap, bij een heel leuk uh, waterschap ook qua werkgebied, uh, namelijk ik ben adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Uh, en dat is ook mijn onderwerp, maar wat ik probeer is eigenlijk iedereen mee te nemen in het verhaal van water en dan te kijken tot wat voor soort ontwerpoplossingen komen we dan. En ik ben hier met uh, een aantal collega's. Uh, allereerst Rolf, uh, die uh, eigenlijk deze functie die ik heb voor uh, drie jaar mogelijk heeft gemaakt. Ook omdat hij uh, uh, beleid daarvoor uh, heeft uh, uh, nou ja, laten vaststellen door het bestuur. Met een prachtig rapport van toen de tijd naar toekomst is ook uh, op, uh, op te googlen. Uh, dat is ook door Bos en Slabbers opgesteld voor ons. Um, en dat is een beetje, beetje de basis van waaruit uh, ik uh, werk. En uh, Emmy is ook mee. Emmy Hiemstra, die uh, is meer het uh, baken uh, voor ruimtelijke ordening en de omgevingsscans. Um, en uh, ik kwam vanochtend ook Lisa tegen. Uh, en Lisa die, uh, is nu adviseur bij ons, uh, specialist waterveiligheid. Uh, dus nou, ik vind dat we een mooie opkomst hebben. Uh, ik druk gewoon op groen, denk ik. Nou, eigenlijk vind ik, waarom vind ik uh, ons werkgebied zo, zo leuk? Hij is inderdaad een beetje groter geworden, een beetje breder, maar dat geeft verder niet. Maar het is wel Nederland in het klein, omdat we zeg maar, van brongebied, Drentse Plateau, tot Zallense Heuvelrug, tot uh, de IJsseldelta... Uh, dus we hebben van, van droog naar nat hebben we eigenlijk allerlei watervormen. Alleen die kust, hè, dat, de, ja, helaas. We hebben nog een oude Zuidzeekust zoals dit, gelukkig. Um, en uh, nou ja, we hebben uh, ook een basiskaart voor waterschapserfgoed. Uh, en hier staan de waterlandschappen op. Uh, ik ga ze niet allemaal uitleggen, maar ook. Uh, de objecten die wij hebben. En wat ik probeer met het verhaal van water, is die aan elkaar te verbinden. Dus de context tussen objecten en de landschappen. Uh, steeds dat verhaal boven tafel te krijgen en dan te kijken naar de opgave waar we voor staan. Nou, we hebben dat verankerd: uh, dat beleid uit 2018. Uh, of was het 2019? 2019 is het vastgesteld. Uh, hebben we in het verdere beleid verankerd. En dat is wel heel belangrijk, want dan heb je iets om uh, op terug te vallen. Dus we hebben een watervisie in 2020 vastgesteld. En vorig jaar uh, het waterbeheerprogramma 2022-2027. En is het als doel vastgelegd. En het klinkt een beetje hoog over, maar dat geeft ook speelruimte. Ook belangrijk. Wij benaderen het watersysteem integraal, zodat waterbeheer, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit samengaan. En dan denk je natuurlijk hoe dan, maar goed, dat, 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 daar zijn we allemaal voor. Uh, en vooral ook in samenwerking met partners, zoals jullie hier ook zitten. Uh, uh, en die partners zijn natuurlijk allerlei overheden, provincie, gemeente, heel veel kennis, de terreinbeheerders. Maar ook de Gemalen Stichting, um, Heemschut. Nou, dus er is zoveel uh, kennis. Uh, dus door samenwerking proberen we dat aan te boren. En ook samen van de projecten meer te maken. Maar een, een grote taak is, en daar kom ik zo op... is dat ik het in, uh, samen integreer in de bedrijfsvoering. Um, en uh, daarvoor heb ik dus die functie nu... Uh, tijdelijk om, om te kijken hoe je dat uh, in die bedrijfsvoering kan uh, uh, benutten eigenlijk. Of, of ja, het is niet alleen benutten, het is eigenlijk bijna een soort katalysator zijn daarvoor. Want er is al heel veel kennis, maar het is hoe, hoe, hoe breng je dat boven? En dat doe je vanuit de beheerders. Daar, daar begint het vaak al mee. En dit is een hele leuke foto, want een paar mensen zullen zich herkennen. Wij waren op bezoek bij uh, het kleine zusje, zal ik maar zeggen, van uh, Wouda. Dat vind ik ook wel weer grappig. Woudegemaal, uh, dat is vernoemd naar de, de maker. En uh, dit is in gemaal Stroink, uh, bij Volhoofd in de buurt. Uh, en dat is vernoemd naar de dijkgraaf. Misschien cultuurverschil, weet ik niet. Maar wat ik heel belangrijk vind is, dit is Ruud, is de pijlbeheerder. Die weet alles van Stroink, maar ook van zijn hele werkgebied. En de kennis die daar zit, dat is zo geweldig. Dus ik hang altijd aan zijn lippen bij dit soort bezoeken. En wat ik mooi vind aan deze foto, is dat je ziet uh, dat er... Behalve, dus, ik zei net, van die objecten moeten in een context van een landschap liggen. Maar binnen zo'n object is er ook nog weer context van een soort mini-museum. met de originele brandweerwagen. Want ja, uh, stoomgemaal, dat wilde wel eens een natuurlijk. Dus er was arbo-wetgeving van les letteren, om zo'n ding erbij te hebben. Nou, um, wat terzijde, Ruud is nog niet zo oud. maar wij hebben eigenlijk best wel veel mensen die. Die tegen het pensioenleeftijd aan, uh, zitten. En eigenlijk vind ik dat we podcasts of zo moeten maken voor al die mensen die vertrekken. Want ik merk wel dat heel veel kennis op deze manier wegcijpelt. Maar het goede nieuws is dan dat ze waarschijnlijk naar de, de andere clubs gaan, de Gemalen Stichting bijvoorbeeld. Want ja. <laughs> dat, dat dat op die manier hou je ook die kennis vast. En ik merk dan, we hebben natuurlijk ook een aantal oud-collega's oud -collega's die dan. Uh, bij verenigingen, historische verenigingen zich aansluiten. En dan komt echt hun passie bovendrijven uh, voor, voor al dit mooie ouds, zal ik maar zeggen. Dus de beheerders, daar begin ik mee, maar ook de projectleiders en specialisten. Dit is uh, uh, een bezoek bij de Nieuwe Wetering, waar we dan in het kader van de KRW-ingrepen uh, doen. Uh, en ja, dit was in coronatijd, dus netjes op afstand. En uh, nou, hier zie je dat hier in het veld ook de uitwisseling uh, begint. Dus dat je uh, vooral ook uh, interdisciplinair moet nadenken over uh, je water uh, en, en de historie, kennis uitwisselen daarover. Uh, dus hydrologen, ecologen, beheerders. Nou, en ik mag dan ook mee en dan vertel ik iets over. Dat ik zeg, ja, maar dit is een, uh, de nieuwe wetering is een middeleeuwse wetering. Dat is met bloed, zweet en tranen gegraven. Dat gaan we niet net doen alsof dat een beek is. Weet je, dat soort opmerkingen kan je er dan ingooien. En op die manier ga je wel samen nadenken over... hoe gaan we die KRW-opgave voor meer natuurlijke kwaliteit van het water... ook inpassen in, uh, in dat geheel. En dit vind ik heel leuk... Vooral ook bestuurders en dan heb ik vers van de pers een heel leuk evenement. Vorige week vrijdag uh, mocht ik uh, een kleine bustour verzorgen voor het uh, jaarlijkse AB-uitje. Wat natuurlijk net zoals dit ook zoveel jaar was uitgesteld. Eindelijk konden ze leuk het veld in op excursie een uitje. En hier uh, neem ik ze mee bij een visstrappen in het Oude Diep. Wat uh, natuurlijk een prachtig oud beekdal is van het Drentse Plateau. Uh, bij een stuw, de stuw echte, wat um, uh, met onze langste vis, en uh, vispassage, vis passeerbaar is gemaakt. Maar je ziet natuurlijk vooral ook weer die uitwisseling. Dat is zo belangrijk, dat je nadenkt over hoe het werkte. En uh, even kijken of die erbij staat. Deze man, geloof ik, die vertelde me van ja, maar dit is de stuw van echte. Weet je wel dat hier het zwembad van echte lag? is de echte Overijs of echte Drenthe dan, hè? En toen zei ik, oh, daarom dat betonnen randje, want dat snapte ik al niet helemaal. Dus dat hoorde bij het oude zwembad van echt. En dat was natuurlijk een heel slim zwembad, want bij die stuw had je doorstroming van water. Dus het was schoon water om in te zwemmen. Nou, er is ook heel veel kennis bij bestuurders. Maar ik dacht, ik, la, ik ga die kennis ook even testen. Ik had voor de pauze, voor de lunch, had ik een uh, tijdlijnspel bedacht. Uh, wat heb ik gedaan? Eh... Uh, die kaart die ik eerder liet zien, die waterschapserfgoedkaart, die zijn Emmie en ik aan het updaten. Want ja, niet alles staat erop of er staan ook dingen op waarvan je denkt, moet dat erop staan. Uh, ja, ik wilde ook natuurlijk die context er meer op hebben. En ik dacht, uh, weet je wat, ik doe gewoon een sneak preview voor hen door middel van dit tijdlijnspel. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb veertien plaatjes gemaakt van... Uh, erfgoed, dat kan, kan een water zijn of een gemaal of wat dan ook. Ik heb zo'n zo paar voorbeelden en ik gaf ze drie vragen mee. Eén, dateer elk plaatje, hè, gok eens eventjes uh, uit welke tijd dat komt. En niet googelen natuurlijk, hè. niet sneeken. Want de dijkgraaf zat natuurlijk op zijn telefoon, maar die moest iets, iets belangrijks doen. Maar dus, dus, niet googelen, hè? Ja, oh, je, je, weet, je weet me nooit. Maar ik heb het in vier groepen gedeeld, dus in vier groepen uh, is het algemeen bestuur aan de slag gegaan en heeft ze eerst gedateerd en toen moesten ze op volgorde leggen, want het ging mij om de tijdlijn van het verhaal van water, dat je daar gevoel voor krijgt. En als je die volgorde ziet, dan kan je ook denken van, oh nee, maar dit moet even omgedraaid worden. En dan had ik als bonusvraag, um, en welk van die veertien vinden jullie nou het meest symbolisch voor ons waterschap? Uh, en elk antwoord is goed, het gaat mij meer om de argumenten. Dus nou, zij fanatiek aan de slag, het was mooi weer onder de parasol. Uh, Eén groepje had de tafel helemaal daar naartoe gebracht, want die wilde dat de anderen niet afluisteren. Ja, ja dus het was gewoon heel speervol. Um, en toen kwam ik met de goede antwoorden. Um, en um, ja, dit is natuurlijk gesneden koek voor jullie. Hè? dat zal ook wel niet kloppen helemaal, want ik heb geprobeerd bij de... Goeie antwoorden. Geprobeerd die plaatjes in een context te plaatsen. zodat ze gevoel kregen dat elk tijdperk. een andere rol ten opzichte van het water met zich meebrengt. plus andere uh, structuren en elementen die waardevol zijn. en dat dat nog herkenbaar is. Toen kwamen ze erachter van. oh, ons erfgoed is eigenlijk veel ouder dan we dachten. Dus ik heb ze in drieën geknipt, de tijdlijn. Uh, en ik had ze zo, zo geplakt met de plaatjes eronder. Um, en, nou ja, ik ga ze niet allemaal vertellen, want dit is gesneden koek voor jullie. Maar behalve dan misschien de relatie met het water in elk tijdperk. Je zou kunnen zeggen dat in die oertijd en oudtijd het gewoon meer leven met het water was. Uh, dat we in die vroege middeleeuwen uh, de eerste bescherming tegen het water, de eerste dijken gingen opwerpen. Uh, en in de late middeleeuwen ging het veel meer over dat ontwateren en ontginnen. En zoals die nieuwe wetering die in de middeleeuwse graven. Toen is de loop, zeg maar, of de afvoer van Salland in plaats van oost naar west, is die zuid naar noord gaan lopen. Uh, dat is natuurlijk een enorme ingreep geweest bij de Sallandse weteringen. Nou, en zo zie je dat wij daar nog steeds objecten van, uh, van hebben. En, ik heb, en die bonusvraag: van wat vonden zij dan iconisch? Uh, een van die groepen die noemde de Zuiderzeedijk. Nou, dus daar staan we hier zo'n beetje op. Uh, en daar waren ook goede argumenten bij, omdat ja, zonder die Zuiderzeedijk zou ons waterschap niet, niet bestaan, zou je kunnen zeggen. Hier nog even het hoogwaterkanon, die is dan wel van later datum. Uh, die is van uh, na 1825. Toen zijn er heel veel dijkdoorbraken hier geweest met uh, kolken. Um, dus dat is de eerste. De tweede hebben we de uh, 16e eeuw, eigenlijk zou je kunnen zeggen hè, de Renaissance. Toen kwam er dus, dus meer weten en benutten. Kwam, heel, heel veel kaartmateriaal kwam er toen ook beschikbaar. Uh, de uh, twee eeuwen daarna ging het vooral over koloniseren, de vervening en de verdediging. En we, we hebben ook wel, wel vroegere vervening, maar de grootschalige vervening. Uh, kwam toen op gang. En daar hebben we dus heel veel turfvaarten en dergelijke van. Uh, maar ook uh, verdedigingswerken zoals de Bischopsgans. Uh, en uh, ja, een hele interessante is natuurlijk uh, de Industriële Revolutie uh, in de 19e eeuw. Toen het transport over water ging, nou, kwamen natuurlijk de sluizen om de hoek. En ja, we hebben heel veel kanalen in ons werkgebied. Uh, die nu ook weer enorm benut worden voor de uh, zoetwatertoevoer. Daarom hebben we eigenlijk geluk in ons waterschap dat we het pijl goed kunnen beren. Maar dat gaat over een andere tijdperk. Wat was iconisch uit deze? Nou ja, allicht hè? Rob. Uh, waar, waar is Rob? De stenen dijk natuurlijk, die is twee keer genoemd. En waarom? Uh, omdat dit toch een, ook een symbool is voor de samenwerking. Uh, die nodig is uh, van onderaf uh, voor de waterveiligheid. Dus eigenlijk ook een beetje het verhaal van Herman: van uh, ja, de belasting die je moet betalen, He, dat, dus, dat komt echt van onderaf dat je uh, je land moet beschermen. Dat doe je samen. Daar uh, moet je ook iets voor over hebben. Het is natuurlijk een uniek rijksmonument. Hè? Wat ik er wel dan jammer aan vind, is door de dijkversterking. Uh, dat in wezen de, um, de waterkerende functie van het historische element daardoor wel heeft ingeboet. Het he heeft nog wel een functie voor het grondlichaam, maar niet meer um, voor uh, de waterveiligheid. Dus het is wat meer losgezongen. En ik vind het wel heel belangrijk dat erfgoedelementen uh, in zijn geheel functioneel blijven. Maar ja, dit is zo'n unieke lapdeken van samenwerking. Dat, uh, ik ben wel heel blij met de oplossing die gekozen is. Dan de laatste in de tijdlijn. Ik neem een slokje water. Is deze wa dit water voor mij? Acht. Uh, ja, en ja, dan kom je ook in een stroomversnelling, hè, deze laatste. En dat begint eigenlijk met het gemalen hè, En al die andere gemalen die we net ook zagen. Wat een enorme innovatie was dat in die begintijd. Uh, het waren oorlogs- en crisisjaren, maar er is toch enorm geïnvesteerd. En wat je dan ziet, de relatie met water, is dat we veel meer gaan reguleren. Hè. De vecht is ook uh, gereguleerd. Toen met stuwen ook om het uh, water op peil te houden en, en de rechten bevaarbaar te houden. Uh, en ontwateren, maar ook de landwinning, hè, de inpolderingen, die zijn ingezet. En niet uh, vergeten, natuurlijk. Uh, Uitvinding van kunstmest waardoor de uh, velden, de heide, uh, kon worden ontgonnen. En dat was natuurlijk zeker in ons werkgebied met alle hoogvenen die inmiddels natuurlijk uh, verveend waren. Uh, ja, was dat uh, enorme landwinst, zou je kunnen zeggen. En uh, nou ja, dus de gemalen en heideontginningen die erbij horen. En de naoorlogse tijd, uh, dat was vooral de tijd van pijlbeheer van water uitlaten, maar vooral ook... inlaten. Zoals dat... kleine gebouwtje bij het Woudergemaal ook... water kan inlaten, zodat het... pijl uh, die, die, uh, hoger... wordt voor die fundamenten. Um, en de, de, de... waterzuivering natuurlijk. Heel veel... collega's noemen 1970... als een mijlpaal, vanwege de wet... op de water... Uh, de VVO, ver, verontreiniging... oppervlaktewater. Zo is het. Um, en dat is natuurlijk ook uh, een, een revolutie geweest. En wat houden we daar aan over? Uh, stuwen, maar ook inlaatgemalen, uh, rioolwaterzuiveringsinstallaties, is dat erfgoed? Is een vraag. Uh, maar ook uh, IJsselinie, koude oorlog uh, uh, objecten, dat is weer die verdediging. Hè? Uh, en dan ja, hebben we achter ons liggen de moderne tijd. Ik weet niet of dat de goede benaming is, maar het is een tijd van, van globalisering en digitalisering en plastificering en nou ja, wat al niet meer. Maar eigenlijk zou je zeggen, de relatie met het water zou, wat we hebben ingezet, uh, dat is ook in, in mijn tijd, uh, ik ben ongeveer uh, afgestudeerd in, in, wat was het? 88 ben ik afgestudeerd. Uh, dus er was ook al een omslag meer in het uh, integrale waterbeheer en ecologisch uh, uh, denken, het systeemdenken. Uh, maar in wezen zijn we daar nog steeds een beetje mee aan het struggelen hoe je uh, dat, uh, het water ook meervoudig gebruikt. Nog steeds de discussie over pijl volgt functie, functie volgt, pijl. Uh, en wat hoort daar dan bij? Natuurlijk ook. Uh, die waterbergingen, vispassages en natuurontwikkelingsprojecten. Je ziet allerlei uh, Hermeanderingsprojecten. Uh, nou, de ene wat meer, meer geslaagd dan het andere, maar daar zal het handboek beken uh, uh, nu veel beter op inspelen. Um, maar dan is de vraag eigenlijk, in wat voor tijd leven we nu? Um, ja, geschiedenis kan je. Altijd pas achteraf beoordelen. Maar wat als je zeg maar over tientallen jaren terugkijkt naar nu: van la, waar lag de grens? Lag la, het uh, twint, 2008, crisis 2020, of is dit jaar de omslag? En wat voor tijd leven we nu? Uh, en wat is onze relatie tot het water nu? Is, is dat uh, die transities, uh, die klimaatadaptatie. En hoe maken we het water leidend? Water- en bodemleidend. En echt functievolgd pijl. Uh, en duurzaam en circulair. Hoe doen we dat? En um, daarvoor denk ik van. Uh, wat, hoe maken wij het erfgoed van de toekomst? En de laatste groep die noemde als icoon. Gemaal slag Laag Zutem. En dat is dan weer een voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur uit 1965. Elk waterschap heeft dat soort gemalen natuurlijk. Dat zijn dan die gemalen die ook water kunnen inlaten. En waarom noemden ze deze? Omdat het ook zo'n belangrijk moment was voor de welvaart van de streek. Maar ook vanwege de plek, de context. Dit is trouwens het Overijselskanaal en hier is de afslag van de nieuwe wetering, die middeleeuwse wetering. Um, maar vroeger, uh, toen, uh, bij, bij bepaalde opstuwende wind. Uh, reikte de invloed van de Zuiderzee tot in Salland. En zijn daar ook nog zeedijken? En ik, toen ik voor het eerst daar kwam. Uh, toen, uh, dat eerste jaar dat ik kwam te werken voor het waterschap. toen zag ik een dijkstoelhuisje in het Salland. Uh, weet je, in het zand. Ik dacht: van, ja, wat doet dat ding hier? En later snapte ik dat uh, in die vloed van 1825 het, het zeewater tot dan reikte. En dat argument noemden ze ook dat uh, hier eigenlijk het zout en het zoet van ons werkgebied bij elkaar komt. Dus dat vond ik wel heel mooi dat ze hierop uitkwamen. Dan kom ik uit op mijn tweede taak, dit was uh, de belichting van het erfgoed eigenlijk voor. Het algemeen bestuur en daarmee ook een, een soort um, alertheid dat dat ik vooral ook moet werken aan die aan die erfgoedkaart en uh, ik ja ik weet dat uh, veel collega's zijn die daar een hele goede basis voor hebben dus ik hoop ook uh, dat ik dat uh, kan benutten daarvoor uh, maar ik ben vooral ook met ruimtelijke kwaliteit bezig natuurlijk ook vanuit mijn professie als uh, als landschapsarchitect um, en ja, dat, dat definieer ik even als, kort als ja, betekenisvolle vormgeving en ruimtelijke inpassing van onze wateropgave. En in wezen leidt dat uh, tot een soort vierdimensionale opgave, zou je kunnen zeggen. We hebben die tijdlijn en we hebben de schaalniveaus van de ruimte. En van landschap, structuren, uh, objecten, uh, zelfs interieuren zou je kunnen zeggen. De handgreepjes noem ik dat altijd. En hoe komt dat samen in opgaven? Uh, en ja, dat pas ik dan toe op de, de opgaven die we hebben, zoals het hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook al loopt dat best goed, ik zit in het kwaliteitsteam als uh, secretaris... en soms komen we langs om mee te denken, te kijken uh, op welke manier uh, ruimte, kwaliteit en erfgoed gebruikt is. Dus, uh, dus dat... Uh, de aanpassingen van stuw en gemalen, uh, denk ik weer mee. Uh, dus dan van alles van behoud tot, tot vernieuwing. Uh, en dan uh, de natuurontwikkeling, zoals KRW en MBW-opgaven. Hoe pas je dat toe? En dan hebben we natuurlijk ook nog beheeropgaven. Uh, en dat komt zo op het laatste met een filmpje, dan, dan krijg je daar iets van te zien van dat uh, resultaat. Uh, en. Ik wil nog even inzoomen op de, de toekomst. Hè? Die klimaatheid, ook een oproep, oproep om mee te denken uh, naar op deze schaalniveaus het erfgoed van de toekomst zou je kunnen zeggen. Wat hebben we nu nodig? Nou, hier is natuurlijk enorm veel om te doen. Hoe, hoe doe ik dit zo, geloof ik? Uh, nou, uh, ik ben niet van de knopjes, dat zien jullie wel. Uh, de stikstofkaart, toch Rolf? Ja, nou, de landbouwstukkaart. Ja voor Ja, precies. Dus op die schaal moeten we nou die transitie ingaan. En wat voor objecten horen daar dan bij in structuren? En we hebben deze kaart, dat is de geschiktheidskaart voor bebouwing. Ik kwam net ook al eventjes langs bij Dukenburg. Van uh, zijn we wel slim bezig met. Uh, nee, die, die wijken zijn natuurlijk in een andere tijd gebouwd. Maar waar, waar ga je nu bouwen en, en waar ga je vooral niet bouwen? Uh, maar ook nieuwe structuren. Deze is eigenlijk nog best recent aangelegd. Dus een nieuw kanaal, nieuw wetering naar het nieuwe gemaalde broekhuizen bij de Vecht. Ja, misschien ga je dat in klimaattijd niet meer doen. Uh, het kost allemaal CO2 dat gestook. Of moet er een heel zonneveld omheen om dat te kunnen doen. Uh, of of uh, nou, die. Ja. Uh, of deze vispassage, uh, is, is dat, zijn dit soort vispassages terug naar de bron? Zijn dat de nieuwe elementen? En dan ben ik bij het eind. Is er nog tijd voor het filmpje?